Welkom bij aflevering 2 van de ATV Surifesta Countdown to Oroyari. In dit programma gaan we op zoek naar wat de jaarwisseling in Suriname zo bijzonder maakt. En ook in deze aflevering belichten we 2 aspecten. En ik ben bij Shata. Ik heb een interview met de directeur Sintra Zaandam. En van haar wil ik weten, wat kan de jaarwisseling betekenen op toeristisch gebied? Sintra, alles goed met jou? Ja, heel goed. En met jou? Goed. Het is de decembermaand, ja, het moet goed gaan. En hoe voel jij je daarbij? Ik voel me heel goed. Het is een geweldig jaar geweest. En nu is het moment om echt te vieren, terug te kijken en gelijk beginnen met het nieuwjaar. Dus ik voel me heel goed. Oké. Shata, vertel me, wat is Shata? Waarvoor staat Shata? Shata is de Suriname Hospitality and Tourism Associatie. Het is de overkoepelende associatie vanuit de private sector die er alles aan doet om de toerisme gewoon verder te ontwikkelen op een duurzame manier binnen Suriname. En hoe belangrijk is de decembermaand voor de toeristen? Het is heel erg belangrijk voor de toeristen en vooral ook voor de sector. Het is een moment, kijk, ons slogan is Discover the Secrets of Suriname. En in december kan je heel veel secrets ontdekken van hoe wij het op onze manier doen om te vieren. Sowieso de manier hoe we al op straat dansen overdag. In andere landen doen ze dat 's avonds. Hier doen we het gewoon overdag. Ja. En we gaan gezellig pagara afschieten. Dus dat is al een heel mooi moment dat toeristen kunnen meemaken hoe Surinamers het anders doen. Heel erg gastvrij, gezelligheid. En dat krijg je gewoon mee als je hier bent in december. Dus je moet het gewoon niet missen. Ja, oké. Het is niet te missen, het klopt. En dan wil ik ook weten, het is de decembermaand. Mm-hmm. In deze maand hebben we dan meer toeristen. Mm-hmm. Ja, in het land? Zeker, hebben we zeker meer toeristen. Het is eigenlijk ons tweede hoogseizoen dan voor het jaar. En hier maken we dan heel veel. Ja, op dit moment doen de sector het dan heel erg goed. Okay. Dus de decemberperiode kijken we ook altijd naartoe uit. Oké, dan ga ik even een vraag stellen. Als ik het heb over over toeristen, en natuurlijk willen ze graag naar het binnenland gaan. Mm-hmm. Je weet, van onze cultuur, tijdens de jaarwisseling mogen we niet naar het binnenland. Ja. Het wordt je verboden. Hoe gaan jullie dan daarmee om? Nou, sowieso zijn er heel veel activiteiten in de stad. Er zijn toeristen die toch voor kiezen om naar het binnenland te gaan. Wat je ook krijgt in de decemberperiode, krijg je ook veel meer family and friends. Mm-hmm. Waar we naartoe moeten werken, is dat we echt gewoon mensen hier naartoe krijgen die geen band hebben met Suriname. Dus dat is ook werk voor ons, dat we de decemberperiode ook veel meer moeten gaan branden. Dus echt destination-wise echt gaan branden. Wat heeft Suriname te bieden? Want naast natuur hebben we heerlijke feesten, hebben we heerlijk eten. En dat kunnen we ook toevoegen en promoten als het gaat om ons toeristisch product. Okay. Nou, ik hoop dat het duidelijk is dat ook de toeristen gewoon tijdens de decembermaand ook gewoon naar het binnenland kunnen. Het wordt ze dus niet verboden. Nee. En hoe zit het dan met de tour guys? De tourguides die gaan sowieso, die zijn ook druk bezig. Er zijn groepen die al vooraf hebben geboekt en die nog gewoon doorgaan en blijven aan hun plannen. Maar natuurlijk worden ze wel afgeleid door de gezelligheid in de stad. Dus daar zullen ze ook van genieten. Oké, wat gaat Sintra doen tijdens deze jaarwisseling? Tijdens de jaarwisseling ga ik genieten van mijn gezin, tot rust komen, even terugblikken en genieten van de feesten ook natuurlijk. Wat zijn jouw mijlpalen geweest in 2017? Mijlpalen voor mij zijn geweest dat wij aan het einde van 2017, kan ik zeggen, dat er veel meer bekendheid is waarvoor Shata staat. Dat we echt dingen hebben kunnen bewerkstelligen. Dat we nogmaals ook naar de beurs kunnen gaan in januari. Het is een heel mooi jaar geweest. En ik kijk ernaar uit wat we in 2018 kunnen bewerkstelligen, omdat we dat samen zullen doen met de sector. Nou, goed gezegd. En dan ook namens Shata en Sintra zeggen we een zalig uiteinde en een gelukkig nieuwjaar. En ik ben nu hier zo in Torarica Group of Hotels met Jean. En Jean gaat mij vertellen wat de Oroyari-sfeer hier zal zijn bij Torarica. Jean, alles goed met jou? Ja, prima met jou ook. Jawel, geweldig hoor. Het gaat, we zijn in december, dus feestman. Oké, elk jaar, jullie hebben eigenlijk jaarlijks jullie Oroyari-viering. En bepaalde events of parties mogen niet ontbreken. Hoe zal het dit jaar eruit zien bij jullie? Nou, december is eigenlijk ook voor ons een hele speciale maand hoor. We zeggen, Torarica, we share the best with you, your home away from home. En dat is echt het gevoel, mensen komen als het ware terug naar huis. Een heleboel gasten die in december echt speciaal naar Torarica komen voor het gevoel. En ja, 31 december hebben we elk jaar afgesloten met DJ Cat en Mario. Hier op het poolterras van Torarica is er altijd een gezellig feest op 31 december. Dat gaan we dit jaar weer doen. En eigenlijk het jaar sluiten we echt af pas 6 januari. Oké, dus jullie
Jullie hebben Oriari tot dus 6 januari is jullie Oriari. Ja toch? Oké. Okay. Onze Oriari was een closing party met Sabaku. Oh, en we openen op 7 januari met 3-5. Oké, dus 7 januari is het nieuwjaar voor Hotel Torarica. En op 6 januari vieren zij hun Oriari. Nou, ik vind het bijzonder. Het is bijzonder. Maar hoe kan ik meedoen met al deze activiteiten? Nou, ten eerste doen we een reeks Are You Thirsty? Die is begonnen op 21 december. En die duurt tot 4 januari elke donderdag. Ik hoef daar niet veel over te vertellen. De mensen zijn bekend met het thema. Daarnaast ons Torarica Urban Festival op 27 december. De kaarten zijn bijna uitverkocht. Dus ik zou zeggen, als je nog erbij wil zijn, haast je. En in januari doen we dit jaar Avalon and Friends. Feast 3 hebben we vorig jaar, eigenlijk dit jaar in januari ook gedaan. En dat zijn zo de highlights, de grote activiteiten. En 6 januari sluiten we af met Sabaku. Ja, en 7 januari beginnen jullie weer een nieuwe start. 7 januari beginnen we gewoon weer fris. Oké, hoe ga jij je jaarwisseling doorbrengen, Jean? Nou, ik aan het werk? Ik denk sowieso aan het werk. Een klein momentje met de familie moet je hebben, ergens tussen die drukte heen. Dus ik hoop dat ik die kans ook krijg, maar ook Torarica is mijn familie. Dus als ik het hier kan afsluiten, is het ook helemaal goed. Heb jij een boodschap namens Torarica of een veiligheidstip voor de samenleving? Ja, ik zou zeggen, spread the love. Bring your holidays to life. Dat is het thema dit jaar van Torarica. Als je ons volgt via social media, dan zal je ook wel zien dat dat thema, er zijn verschillende campagnes daaronder gehangen. Maar spread the love en geniet van het leven, maar wees ook heel erg voorzichtig. Het is heel erg druk op straat. Ik denk dat we allemaal met elkaar gewoon een gezellige Oriari willen hebben en met z'n allen willen vieren. Dus ik zeg vooral heel voorzichtig en just spread the love. Nou, dan heb je het gehoord van Jean en namens Torarica Group of Hotels. Zegt zij spread the love. Worden er in de decembermaand vergunningen makkelijker gegeven omdat het december is? Kijkt u, in deze periode van het jaar toch, is Suriname een andere drive en een andere sfeer. Toch, waardoor wij dan rekening houden toch, dat de feestsfeer die wij eigenlijk ook toeristisch verkopen, ja. Toch, dat wij dan eigenlijk met die factoren rekening houden. En waarbij je dan meestal een tijdsuitbreiding krijgt van 2 naar misschien 3 uur of 4 uur. Ja? Dus tot daar kan er rekening mee. Daar kan er rekening mee gehouden worden. Toch? Omdat je eigenlijk de feeststemming die er al is door de jaren heen en steeds groter wordt. En eigenlijk, wij als Suriname verkopen dat ook. Toch? En in het buitenland draait men eigenlijk 24 uur. Maar wij moeten het langzaam opbouwen om ervoor te zorgen dat we binnen de perken blijven. Dat iedereen weet wat de regels zijn voordat we verder gaan met de verdere uitbreiding. Oké, er zijn natuurlijk heel veel regels. En men moet zich daaraan houden. Oké, van begint het al bij een huisfeestje dat ik naar hier moet komen voor een vergunningaanvraag? Kijk u, van oudsher was het zo dat zelf een huisfeestje een vergunning moest aanvragen. Maar toen de tijd, wel, als de persoon die kwam optreden, de bandvoorzitter of de DJ, die ging de vergunning aanvragen. En die zei, luister, ik ga spelen op zo'n adres. Ja. En ik heb een vergunning nodig. En die kreeg dan die persoon die vergunning. Later was het de persoon die eigenlijk daar woont, die de vergunning aanvraagt. Maar de persoon die gaat optreden, kan ook de vergunning aanvragen. Want zo was het toen. Een tijdje is het gaan verwateren. Maar omdat het een beetje, laten we zeggen, verkeerd liep, toch? Hebben wij dan voorgesteld, hebben wij dan gezegd, luister, we gaan dat weer langzaam aan het invoeren. Dat zelf voor huisfeestjes. Toch een vergunning aangevraagd moet worden. Het is beter voor de persoon die dat feestje heeft. En het is ook voor de omgeving, want dan weten zij tot welk tijdstip er geluid of geluidslast in hun omgeving is. Okay. Zijn er meer vergunningen uitgegeven dit jaar, als je het vergelijkt met het vorig jaar? Er zijn nog steeds vergunningen die uitgegeven moeten worden. Oh. Er is wel één ding dat een beetje lastig is. Bepaalde organisatoren doen eerst hun ding. Ze organiseren eerst. Oh, okay. En dan beginnen ze dan een reclame te zetten.
En dan vindt men dat wij de vergunning moeten geven. Maar dat is niet zo. Nee. Jij bent verkeerd geweest. Jij moet je vergunning eerst aanvragen. En dan, als je weet dat de politie geen toestemming heeft, want je gaat een gesprek hebben met de politie, gaat een gesprek hebben met de brandweer. Dan kan je zeggen, oké, dan vraag je luister dan, kan ik alvast beginnen te promoten? Toch? En dan kan het. Maar wat doen de meeste organisatoren? Men begint eerst met de promotie, begint de stad vol te plakken, begint een heleboel dingen te doen. En dan komen ze daarna, wanneer ze zien dat het een beetje lastig wordt, toch? Dan beginnen men daarna te komen en dan vindt men dat je een vergunning moet geven. Maar dat gaat niet zo. Toch? Soms kunnen we zeggen, het kan misschien nog. Maar soms gaat het kijken persoon gewoon geen vergunning. Dan moet hij een andere tijd of een andere plekje gaan zoeken voor zijn activiteit. En van waar kan ik deze informatie allemaal halen? Op elk commissariaat in geheel Suriname. Elk district heeft een commissariaat. Ja? En daar op het commissariaat kan u alle informatie krijgen wat u nodig hebt om een openbare vangmakelijkheid. Je hebt verschillende. Je hebt een normale OV, je hebt die permanente OV, je hebt bardensen, je hebt een hinderwetvergunning, zijn verschillende type vergunningen en toestemmingen. Dus. En die informatie kan je op het commissariaat halen. Hier op het commissariaat Noord-Oost ga je dan bij de balie zijn. Of voor het gebouw staat er alles op een heel groot bord. Wat je hier kan doen, wat je hier kan aanvragen bij de overheid en wat je allemaal daarvoor nodig hebt. Okay, nou, duidelijk. En nu komt de vraag. Wat maakt de decembermaand, de feestmaand, zo bijzonder in Suriname? Ik denk dat het van oudsher is hoor. Dus er zijn een heleboel Surinamers die leven naar het moment van eind van het jaar. Omdat Suriname ook een van de weinige landen is in de wereld waarbij er zo vuurwerk afgeschoten wordt. Toch? En soms gaat het centraal, maar hier in Suriname mogen de mensen zelf, toch? Over een bepaalde periode, toch? Tot een bepaalde type soort vuurwerk afschieten. Toch? Het type soort vuurwerk is in andere landen dat door de mensen zelf afgeschoten mag worden. Zwaar beperkt. Hier is het nog niet zo zwaar beperkt. Toch? Mensen kunnen echte knallers ook laten afgaan. Dus in Suriname is het toch wel een beetje apart. Toch? Ja. Alleen hebben wij dat nog niet waarbij waarbij iedereen op straat blijft om 12 uur af te tellen. Oh, ja. Wat je dan hebt hier in het land, wat je dan hebt in Suriname, dat iedereen gaat feesten. En iedereen probeert om 5 voor 12 te vertrekken van de plek. 5 voor 12. Om 1 voor 12 thuis te zijn. Toch? Okay. En dat is super gevaarlijk. Toch? Want dan gaat u te hard rijden over de weg. En dan kunnen de brokken ontstaan. Dus als u weet dat u 12 uur thuis wil zijn. Moet je 11 uur vertrekken? 10 uur. Oh, 10 uur vertrekken. Wat afhankelijk van waar je woont, toch? En er kan nog een file komen, je kan nog een lekker band krijgen. Alles kan er gebeuren. Toch? Dus vertrek op tijd en drink niet te veel. Want als u in die hype bent van oudjaar en u hebt een biertje gedronken, kan u door de bomen het bos niet meer zien. Oké. Nou, daar heeft het gehoord van meneer Nerkus. Hij zegt, als je dus 31 december over straat bent, moet je niet om 5 voor 12 naar huis rijden om 1 voor 12 in je huis te zijn. Nee, vertrek 10 uur. En ik zeg 11 uur. Het hangt er vanaf waar je natuurlijk woont. Dat was het voor aflevering 2 van de ATV Surifesta Countdown to Oroyari. Nog 3 afleveringen te gaan en ook nog 3 dagen voor Oroyari. Check ons morgen met aflevering 3 op ATV.